Goedendag allemaal. We gaan het even over biodiversiteit hebben. En Biodiversiteit dat is eigenlijk, ja, het klinkt al als heel complex en ingewikkeld begrip, dat is het in zekere zin ook. Maar het gaat eigenlijk over de verscheidenheid aan leven. Dus eigenlijk aan de uh, verscheidenheid aan soorten, aan interacties tussen soorten, over genetische variatie, over variatie in ecosysteemdiensten van planten, dieren en micro-organismen. Daar hebben we het eigenlijk steeds over. En nou, het is een heel interessant onderwerp. Het houdt ook verband met andere grote onderwerpen, hè, zoals circulariteit en klimaat bijvoorbeeld. En als je dit plaatje ziet, hè, dat is eigenlijk genomen van de Amazone, tropisch regenwoud in Zuid-Amerika. Deze foto is overigens genomen in ja, een aantal jaren geleden. Uh, ik weet niet of dit stuk bos nog intact is. Hè, want er was alleen al vorig jaar. Vorig jaar in de maand april in het nieuws dat die maand, uh, of het ging over die maand, uh, dat een groter stuk van de Amazone verloren was gegaan dan de omvang van het bos van de Veluwe, He, dus dat heeft met ontbossing te maken. En het is heel belangrijk natuurlijk om die Amazone goed te beschermen. Maar lukt dat goed? Hè? Want vorig jaar was ook in het nieuws dat driekwart van de Amazone eigenlijk aan weerbaarheid heeft verloren. En dat heeft onder meer ook met ontbossing te maken. En ja, als je over een bepaald Tipping point, zoals dat heet, heen bent, dan is het ook moeilijk om die schade uh, terug te dringen. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen. We spelen een gevaarlijk spel, zoals dat heet. Uh, want met die natuur gaat het over meerdere decennia's gemeten. Niet zo heel erg goed. Hè? Een miljoen soorten aan planten, dieren, micro-organismen staan eigenlijk op uitsterven. En veel ook binnen enkele decennia. Uh, en de gemiddelde wildpopulatie aan dieren is met 69% geslonken in ongeveer vijf decennia tijd. He, dus, en waarom noem ik dat een gevaarlijk spel? Omdat ten eerste, je kunt dat moreel natuurlijk afweren. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat de natuur en de biodiversiteit is daar heel belangrijk voor. Bepaalde ecosysteemdiensten, zoals dat zo mooi heet, uh, biedt. Dus dan heb ik het over het opslaan van koolstof, het filteren van lucht, het bieden van voeding en materialen, nou, recreatieve diensten, bescherming tegen ziektes, dat soort dingen. En meer dan de helft van de wereldeconomie is daar dus afhankelijk van. Dus voor de lange termijn een heel belangrijk onderwerp. En het manifesteert zich natuurlijk ook op de kortere termijn. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, hè, als het minder gaat met de biodiversiteit... dan zijn we onze eigen leefomgeving, als het ware, aan het afzwakken. En dat willen we natuurlijk eigenlijk niet. Nou, er zijn diverse voorbeelden. Hè. Neem bijvoorbeeld de schimmel die rondgaat, de bodemschimmel die uh, 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 bananenplanten aantast. Uh, nou, daar is heel weinig genetische variatie, daardoor zijn bananen extra kwetsbaar. Zeeschildpadden, een belangrijke functie voor de balans in het ecosysteem van de oceaan... Uh, nou, die hebben last van de uh, plastic vervuiling in de zee. Uh, denk ook aan bijen. Nou, het zijn natuurlijk uh, uh, um, uh, onderzoeken die afnemende populaties van bijen op regionaal niveau laten zien. Dus, hele belangrijke onderwerpen en hele belangrijke berichten daarover. En als we het hebben over koolstof, hè, want u ziet hier ook een bericht van de Amazone, het opslaan van koolstof. Denk je natuurlijk heel snel aan klimaatverandering. Maar het is wel belangrijk om. Uh, als we het hebben over natuur, over ecologie en dat soort onderwerpen. en ook over mensenrechten en dat soort onderwerpen. maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat dat veel breder gaat dan klimaatverandering. Sterker nog, ik vind dit een prachtig begrip. Klimaattunnelvisie, dat wil je dus eigenlijk niet. Je wilt breder kijken, want er zijn nog zoveel andere factoren van belang. En rondom koolstofopslag en uh, de uitstoot van broeikasgassen. zou je nog kunnen zeggen: van oké. Okay, als de uh, klimaatopwarming verder doorzet, is dat slecht voor de biodiversiteit. En als uh, de koolstofopslag beter wordt doordat we onze biodiversiteit versterken... dan is dat weer goed om klimaatverandering tegen te gaan. Dus beide kunnen hand in hand met elkaar gaan. Maar er kunnen ook situaties optreden waarin te solistisch naar klimaat kijken... schadelijk kan zijn voor de biodiversiteit of voor sociale factoren. Denk bijvoorbeeld aan de discussie rondom uh, elektrificering van auto's... Ja, natuurlijk belangrijk dat dat gebeurt, ook om klimaatverandering tegen te gaan. En tegelijkertijd, als we dan kijken waar het meeste kobalt vandaan komt, de mijnen in Congo, dan is het zo dat die in het nieuws zijn geweest rondom kinderarbeid, rondom watervervuiling. Dus je wilt dat die omstandigheden daar beter worden. En als die elektrificatie van auto's sneller gaat en daardoor dat soort factoren ook vaker plaatsvinden, nou ja, dan kun je je afvragen waar de balans dan op uitkomt uiteindelijk. Een ander voorbeeld is eigenlijk rondom de Waddenzee, eh, rondom Schiermonnikoog... waar plannen waren voor een windmolenpark. Die zijn volgens mij inmiddels in de ijskast gezet. Maar waarbij de beoogde kabel precies door een stukje gevoelig biodiversiteit van de Waddenzee ging. Uh, en dat is dus ook heel paradoxaal, hè? Dat, je eigenlijk, um, uh, dat je eigenlijk klimaatopwarming wil tegengaan... dat je windenergie daarvoor inzet, maar dat je tegen, uh, tegelijkertijd eigenlijk de biodiversiteit laat verslechteren in dat uh, opzicht. En... Een recenter voorbeeld eigenlijk uit Gelderland gaat rondom het plaats van windmolens daar, waar de Gelderse provincie zich een beetje tegenkeerde om een kwetsbare vogel, de wespendief, eigenlijk te beschermen. Ook belangrijk voor de biodiversiteit rondom de Veluwe, waardoor dus ook weer aan de orde komt dat meer windenergie beter voor het klimaat, ook negatieve effecten kan hebben op de biodiversiteit. Dus je moet eigenlijk in beleidskeuzes op dat vlak een bepaalde samenhang zien te vinden. Het bbp is natuurlijk een heel belangrijk economisch begrip... maar eigenlijk kun je je afvragen hoeveel dat zegt over welvaart. In de jaren zestig zei Robert Kennedy in Amerika, de politieke kandidaat... presidentskandidaat in Amerika, die zei al van... Ja, weet je, uh, luchtvervuiling, bomenkap, sigarettenadvertenties, die zorgen allemaal ook voor een stuwend effect op BBP. Je kunt je afvragen of dat ook iets over welvaart zegt, uiteindelijk. Dus als we tussenholistisch naar BBP kijken, dan kunnen we misschien wel de ecologie of sociale factoren verwaarlozen. Maar dat geldt ook een beetje als je tussenholistisch naar klimaat gaat kijken, dan kan je ook bepaalde andere factoren, zoals de biodiversiteit, verslechteren. Dat is heel belangrijk, daarom is het heel belangrijk om een strategie te hebben. Die breder gaat. Bijvoorbeeld een strategie op het verminderen van negatieve impact op je biodiversiteit. Nou, wij hebben een onderzoek gedaan uh, waar we, waarbij we eigenlijk gekeken hebben naar de schade van 65 bedrijfstakken. De handel tussen 140 landen en 42 uh, gewassen zijn daarbij meegenomen. Uh, dat hebben we gedaan met behulp van het Impact Instituut en de data en de database die ze daarmee hebben. Waarbij we eigenlijk wilden kijken van oké. Okay, hoe is de schade aan biodiversiteit verdeeld? Hoe hoog is die schade? En hoe hoog is de verborgen schade? Vandaar dat we die handel tussen al die landen natuurlijk ook meenemen. Want ja, de consumptiepatronen die we hier hebben, die kan samengaan met landgebruik in Brazilië of in Ghana, bijvoorbeeld, of met watervervuiling in Argentinië, bijvoorbeeld. Dus dat is heel erg belangrijk. We hebben daarbij vier factoren eigenlijk onderscheiden die een negatieve invloed op biodiversiteit hebben. Dus dan heb ik het over luchtvervuiling, watervervuiling, landgebruik en de bijdrage aan klimaatverandering. Want ik zei al, de uitstoot van broeikasgassen is ook negatief voor biodiversiteit. Maar tegelijkertijd is het zo, ik zei het al, het is een complex begrip. Uh, we hebben niet alle factoren daarmee gevangen, want soms is er gewoon te, in, te weinig informatie beschikbaar om dat te kunnen doen. Denk aan invasieve soorten, zoals uh, nou, recentelijk natuurlijk de Aziatische hoornaar rondom Amsterdam. Die kan bepaalde wespen eten, waardoor die misschien niet kunnen uh, bestuiven uh, in een bepaald ecosysteem waar ze dat gewend zijn. Dus dat kan schadelijk zijn. We denken ook aan overexploitatie of overbevissing, bijvoorbeeld. Dat kan ook schadelijk zijn voor de biodiversiteit. maar hebben we in dit onderzoek. Niet uh, kunnen meenemen. Uh, wel belangrijk om daarbij ook te vermelden is dat we eigenlijk, in de manier waarop wij het geanalyseerd hebben, gekeken hebben naar hoe hoog is de uh, schade aan ecosysteemdiensten, dus de verloren waarde aan ecosysteemdiensten per hectare gebied ten opzichte van de ongerepte staat. En daarbij moet je natuurlijk ook rekening mee houden dat niet elk land hetzelfde biome heeft dat overheerst. De schade aan biodiversiteit in een regenwoud, bijvoorbeeld, of een wetland, is schadelijker in termen van ecosysteemdiensten dan bij een woestijn of een savanne, bijvoorbeeld. Dus dat is heel erg belangrijk om je te realiseren. En tegelijkertijd, we hebben dat onderzoek dus gedaan om daar meer inzicht in te krijgen. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat we natuurlijk de resultaten willen laten zien. En laat dit even op je inwerken. In het jaar tijd, hè, dus het jaar 2020 is dat overgemeten... was de schade aan biodiversiteit, dus de verloren waarde aan ecosysteemdiensten... 40 miljard euro. Dus dat was ongeveer 5% van het bbp in dat jaar. Nou, die gaat dus via verschillende factoren. En ook belangrijk om je daarbij te realiseren... omdat eigenlijk eh, als je veel verborgen schade aan ecosysteemdiensten hebt... via handelspartners in de keten, dus via leveranciers of via klanten... dan is het ook moeilijker om naar zicht te op te krijgen, terwijl wetgevers daar wel veel meer eisen aan stellen, tegenwoordig natuurlijk, en daar veel meer op zullen blijven pushen. Het is dus belangrijk om te vermelden is dat 70% van die schade in het buitenland plaatsvindt. Nou, we hebben een aantal aanbevelingen daaraan gekoppeld. Het eerste is eigenlijk het herkennen überhaupt van die schade. Uh, biodiversiteit is dus een complex begrip. Maar als je het kan verdelen in die kleinere categorieën en gevoel bij kan krijgen: hoe is dat voor mijn bedrijf? En hoe manifesteert die schade zich via mijn bedrijf, nou, dan kan je ook beter stappen zetten om dat tegen te gaan. Dat is heel erg belangrijk, hè? want in de luchtvaart of bij elektriciteitsbedrijven gaat het meer om de bijdrage aan klimaatverandering. Maar Bijvoorbeeld bij houderijen van rundvee gaat het ook heel veel om, veel om watervervuiling, bijvoorbeeld. Dus heel belangrijk om dat te weten. Een tweede stap, misschien iets toegankelijker, is het integraal maken van biodiversiteit in de bedrijfsvoering, in de kern van de bedrijfsvoering. Nou, circulariteit kan daar heel erg bij helpen, zoals dit voorbeeld van. Warenhuis in Groot-Brittannië, zelf riches laat zien, hè? die daar echt een hoger doel op heeft gesteld. 45% van de interacties in 2030 moet eigenlijk via circulaire methoden gaan, zoals verhuur, hergebruik en dat soort dingen. Verkoop van tweedehandspullen. En het geldt niet alleen over, voor de retailsector. Onderzoek van C.E. Delft laat ook zien dat in meerdere sectoren, eigenlijk... zoals ook healthcare, hè? operatiekamers van ziekenhuizen bijvoorbeeld, dat een van de manieren om milieuschade terug te dringen eigenlijk is om meer circulair te gaan werken. En een nog veel toegankelijkere stap is eigenlijk om een bioloog of een ecoloog of een milieujurist uh, in de top van het bedrijf te zetten. mee laten kijken en mee laten beslissen met keuzes van een bedrijf. Zodat je andere keuzes maakt. Die kijkt nu eenmaal anders naar dingen zoals een doorgewinterde verkoper zou doen. En dan kan je beter ook de achterliggende factoren de indirecte schadepost aan biodiversiteit zoals overconsumptie en verspilling kan je dan beter aanpakken. Nou, dan heb je ook nog het op zoek gaan naar kleine winsten uh, geef je werknemers zeg maar, de power en ook de, het vertrouwen eigenlijk om zelf dingen te bedenken die je dan weer groter over kan nemen, is ook goed voor de intrinsieke motivatie. Uh, dat is ook iets wat je goed zou kunnen faciliteren als bedrijf. Als we dan nog kijken naar de aanbevelingen vanuit ons onderzoek richting wetgevers, dan heb je het bijvoorbeeld over het verhogen van bewustzijn. Dat kan via onderwijsprogramma's zijn voorbeelden van vanuit Ecuador, vanuit de Filipijnen. Maar dat kan ook in de media. Hè. Denk aan een radioserie in Belize. waar eigenlijk uh, nou, Eigenlijk ging over duurzame visserij. En de luisteraars die hadden achteraf ook zoiets van: ja, we zijn voornemens om duurzamer visserijgedrag te vertonen. Dus ook de media kan daar zeker een rol bij spelen. Uh, en net zoals ja, spelenderwijs daarmee omgaan. Een idee voor een spel dat onlangs is gelanceerd door de Nationale Denktank... Plantje Boom heet het. Eigenlijk om met speelkaarten een zo groot mogelijk bos te bouwen. Met plantenresten, bacteriën, schimmels, dat soort dingen. Uh, ja, dat kan er ook heel erg spelenderwijs aan bijdragen, dat soort dingen. Nou, rekenen met echte prijzen, true pricing... Uh, dat je uh, de kosten die je maakt in de keten, bijvoorbeeld door mensenrechten te schenden, of uh, door onderbetaling in de keten, of door schade aan biodiversiteit, watervervuiling en dat soort dingen, door die onderdeel te maken van de kostprijs. Nou, dat is natuurlijk heel erg moeilijk om dat uh, allemaal te regelen, maar je kunt wel als stappen daar naartoe zetten. Babette Porselein, verborgen impactspecialisten die pleit voor een impactbelasting eigenlijk, waarbij je een wat grovere indicatie misschien begint om dat te gaan belasten. Uh, en als laatste aanbeveling hebben we eigenlijk haal het BBP van het voetstuk, want als we weer kijken naar die achterliggende uh, factoren die voor die schade aan biodiversiteit zorgen, uh, we het is gewoon heel erg belangrijk om dat tijd te keren. En dan moet je daar ook holistischer en groter naar kijken. En ondanks dat er veel initiatieven zijn, de planbureaus in Nederland werken daar ook aan. Bijvoorbeeld zijn veel uh, initiatieven om beyond GDP te denken, zoals dat heet, uh, verder dan het BBP te kijken. Uh, maar tegelijkertijd is er nog niet één factor die, die, die internationaal dezelfde status heeft als het BBP, het bruto binnenlands of het bruto nationaal product, uh, internationaal heeft. Dus stappen daar naartoe zetten kan al heel erg belangrijk zijn. En te meer omdat een transformatieve verandering nodig is, waarbij je dus ja, breder kijkt dan het BBP. En eigenlijk weet je, zou je kunnen zeggen: een kleine stap daar naartoe zou al kunnen zijn om. Op het moment dat er een uh, uh, luchtvervuilende stof, denk aan fijnstof bijvoorbeeld, als er een toename is in de uitstoot van fijnstof, dat je daar met net zoveel urgentie over rapporteert en net zoveel belang over rapporteert als je dat over een economische recessie zou doen. Want zoals dit plaatje laat zien. Ondanks dat er veel inspanningen geweest zijn, is het zo dat de, uh, de omvang concentratie CO2 per luchtmolecuul alsnog is. Toegenomen. Dus een transformatieve verandering is nodig. Nou, weer zo'n enorm groot abstract begrip. Maar je kunt het dus heel klein maken. Je kunt morgen al beginnen, bijvoorbeeld door hogere doelen te stellen, een bioloog in de top van het bedrijf aan te stellen, uh, je werknemers te faciliteren om kleine winsten te bereiken. Het zijn allemaal stappen die je kunt zetten en waardoor we ja, met z'n allen eigenlijk die biodiversiteitscrisis kunnen aanpakken. Dank u wel.